Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Peugeot Davo. Goeiedag, de voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang en daarom veel voetbal in deze Sportclub Rijnmond. Te beginnen met Feyenoord, de nummer 10 van de Eredivisie speelde zaterdag haar derde oefenwedstrijd van dit seizoen. Tegenstander was Vitesse Delft, maar Feyenoord kon niet overtuigen tegen de zaterdag eerste klasser. Het hoogtepunt van de wedstrijd gebeurt eigenlijk in minuut 69. Op de eerste training van het vorige seizoen scheurde Bart Schenkeveld zijn kruisband en nu, in zijn geboortestad Delft, maakt hij zijn rentree in het eerste van Feyenoord. Een mooi moment voor de rechtsback die op 2 mei 2010 zijn laatste wedstrijd speelde. Vooral mentaal was het heel zwaar, maar mentaal heb ik ook heel veel geleerd. Dus ik ben daar wel sterker uitgekomen, denk ik. Ja, moet je het dan helemaal alleen doen als voetbalprof? Zijn er mensen in je omgeving? Ja, tuurlijk. Vooral van thuis uit, vrienden die je steunen. Mensen bij de club die je steunen. Dus dat heb ik me heel goed gedaan en die hebben me ook doorheen geholpen. Als Schenkeveld zijn rentree maakte, leidt Feyenoord nog maar met 2-1. De ploeg van Mario Been speelt in een veel te laag tempo en heeft de hulp van de scheidsrechter nodig om op 0-1 te komen. Er wordt een handsbal in het strafschopgebied gezien waarna Jason Cabral na 20 minuten de openingstreffer kan maken. 2 minuten later, geklungel op het Delftse middenveld. El Amadi kan onderscheppen. Hij krijgt de bal terug van Jacob Biseswar. En El Amadi maakt zelf de 0-2. Toch kan Feyenoord niet doordrukken. Integendeel, de amateurs uit Delft krijgen vlak voor rust een vrije trap. Oud-jeugdspeler van Feyenoord, Marve Regiocitico, staat achter de bal. En hij verrast Kostas Lamprou. 1-2. In de tweede helft stuurt Mario Been 9 nieuwe spelers het veld in die ook wedstrijdritme moeten opdoen. Vandaag is Feyenoord op trainingskamp naar Ermelo gegaan en het is het enige trainingskamp in de voorbereiding, want de trip naar Engeland aan het eind van deze maand gaat niet door uit angst voor supportersrellen. Geen wedstrijden dus tegen Hull en Barnsley en dat is voor Mario Been een streep door zijn voorbereiding. Met name is dat vervelend omdat ik weet dat er ook heel veel supporters heen gingen die er een echte vakantieuitje van maakten. En die niet daarheen gingen voor kwaaie bedoelingen. Dus wat dat betreft... Die met annuleringskosten zitten en dat soort zaken. Ja, die mensen zitten nu met heel veel kosten en dat is gewoon hartstikke vervelend. En nogmaals, daar zit niemand op te wachten. Aan de andere kant kun je zeggen, waarom is er nog geen plan B? Want die geruchten dat dit ging gebeuren, die hebben ook ons al maanden geleden bereikt. Ja, nou dat weet ik niet. Nogmaals, wij kregen de uitnodiging en Feyenoord is op dit moment niet zo ver dat we heel veel uitnodigingen krijgen. En als je dan zo'n mooie uitnodiging krijgt, ja, dan hoop je dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en daar op een goede manier mee omgaat. En dat is schijnbaar niet gebeurd. Martin van Geel is hard op zoek naar een nieuwe tegenstander om tegen te oefenen. Het liefst uit het buitenland of desnoods uit de eerste divisie. Voor Feyenoord is het te hopen dat hij tegen die tijd beter gespeeld wordt dan tegen Vitesse Delft. 10 minuten voor tijd maakt Mokoccio nog wel de 1-3. En in de laatste minuut bepaalt Jacob Biseswar met een balletje achter zijn standbeen de eindstand op 1-4. Een veel te lage score door een ongeïnspireerd Feyenoord. Ik vind dat je in de voorbereiding al een signaal kan afgeven naar richting competitie. En dan moet je gewoon gretig zijn. Ik weet niet wat het is, maar ja, het leek me of er geen pit in zat. Of het weer, ik weet het niet. Maar ik had er wel zin in, maar... Het is er niet erg uitgekomen. Woensdag kan Feyenoord zich revancheren tegen Horst. Al zijn de trouwste fans het slechte spel in Delft kort na de wedstrijd al snel vergeten. En van Feyenoord gaan we naar PSV. En dat is hier in deze uitzending een kleine stap. Maar voor Jorginho Wijnaldum was het vorige week een hele grote. Zoals bekend is de Rotterdammer voor 5 miljoen euro aan de Brabantse club verkocht. En daar zijn de fans van Feyenoord op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Samen met onder meer oud-Spartaan Kevin Strootman, die al na 6 maanden vertrekt bij FC Utrecht, werd Wijnaldum afgelopen vrijdag in Eindhoven officieel gepresenteerd aan pers en publiek tijdens de traditionele open dag. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op de open dag van PSV! Dit is het begin waarvan je later zegt. Stel je voor dat ik de moed niet had en zweeg. Wijnaldum! Dit is het begin. Waarom Wijnaldum op je rug?
Waarom? Ja, mijn schoonvader is van Feyenoord, dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje uitdagend. Een super aankoop, Wijnaldum. Echt een geweldige aankoop. En ja, ik denk dat daar alles mee is gezegd. Waarom Wijnaldum? Ja, gewoon een goede aankoop. Wat heb jij nou op je rug staan? Wijnaldum. Waarom? Ik vind hem goed. Maar wel een Feyenoorder. Ja, dat maakt niet uit. Betere Feyenoord dan Ajax. Ja, en spijt me voor Feyenoord, maar dan kan ik er ook niks aan doen van. Maar zoek je iemand met Strootman op zijn rug? Iemand met Strootman op zijn rug? Nee, mijn vriendin Mertens, ik heb Wijnaldum, Strootman. Daar, dat is iemand met 6, Strootman. Maar je bent de eerste met Strootman, waarom? Nou, ik denk dat de meest technische voetballers die we aangetrokken hebben. Ik denk dat PSV op de transfermarkt goede dingen heeft gedaan, denk ik. Dit is het begin. Nou, een van de opties in de winterstop was ook al Jorginho Wijnaldum. Dit is het begin. Het begin waarvan je later denkt. Stel je voor dat ik de andere kant op keek. Dan zie je maar weer dat in de voetballerij is alles mogelijk eigenlijk. Carrièreplanning lukt niet, denk ik. En ik had ook niet verwacht dat ik na een half jaar weg zou gaan, maar ja, als deze kans zich voordoet, dan moet je die grijpen. Ja, in de tijd dat ik bij Twente was, dus al heel lang geleden, stond hij eigenlijk al in mijn boekje. En toen was hij nog hartstikke jong en ik ben hem altijd blijven volgen. Ja, en Kevin heeft zeker de stap die hij in Utrecht heeft gemaakt, heeft laten zien dat hij heel snel niveau aanpikt. Vooral op de trainingen merk je dat het gewoon een stuk hoger niveau is dan FC Utrecht. Het is gewoon de absolute top van Nederland. En daarom, je hebt even nodig om je misschien wat aan te passen. Maar ik hoop om dat snel in die trainingskampen, om dat ook te doen. Levenslang veroordeeld tot geluk. Ik sluit mijn ogen en ga terug. Ik zag mezelf niet voor een ander Nederlandse team voetballen. Maar omdat ik hier sportief... Omdat ik bij PSV sportief gewoon vooruit zou gaan en nog niet naar het buitenland wou, ja, was dit de enige mogelijkheid voor mij. Ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Dat wij hem hebben kunnen overtuigen om voor PSV te kiezen. Ik heb er zelf ook een rol in gespeeld, ik heb met hem gesproken. En daar zat een klik. En een klik van mijn kant en blijkbaar ook een klik van zijn kant. Maar als mensen zeggen Wijnaldum NSB'er, het internet staat er vol mee. Dat moet jou pijn doen, denk ik. Nou, dat trek ik me niet aan. Is dat het verstandigst? Ja, tuurlijk. Ik denk het wel. Anders word je gek, denk ik. Tot Wijnaldum vertrok Tim de Cler wel geruisloos bij Feyenoord. Na 4 seizoenen werd het contract van de linksback niet verlengd. Vorige week tekende de Cler een contract bij het Cypriotische AEK Larnaca. De club van een andere oud-Feyenoorder, Kevin Hofland. Larnaca is op dit moment op trainingskamp in Limburg. En wij zochten Tim de Cler daarop. Net als tegenstander ADO Den Haag bereidt AEK Larnaca zich voor op de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League. Donderdag speelt AEK tegen het Maltese SC Floriana. Tim de Cler zal daar nog niet bij zijn. Hij heeft last van een liesblessure en dus laat zijn debuut nog even op zich wachten. Vorig jaar hadden ze al interesse en ja, nu weer. En, na een aantal gesprekken met Kevin en met Jordi over de ambitie van de club, waar ze naartoe willen. Ja, dat sprak me wel aan. En zeker toen ik een paar dagen was komen kijken, was de keuze redelijk makkelijk. Want het was daar... het ziet er allemaal heel goed uit en qua leven, de temperatuur is ook niet verkeerd. Dat er op Cyprus ook nog aardig wordt gevoetbald, laat de ploeg tegen ADO zien. Larnaca komt hier zelf op voorsprong. Met aanwinsten als Gonzalo Garcia, hij komt over van FC Groningen, en Tim de Cler kan de ploeg zelfs voor het eerst serieus meedoen om de titel. Onze linksback van vorig jaar die hebben we verkocht aan Omonia. Ja, en daar hebben wij wel naar gekeken om iemand een betere linksback te halen. Nou, ik denk dat Tim
completer en natuurlijk met zijn ervaring meer van waarde kan zijn dan met alle respect voor die jongen wat gegaan is. De Klerk kwam net als Hofland 4 jaar geleden naar Feyenoord. In die periode won hij de beker, maar dat was eigenlijk een troostprijs. Qua voetbal is het niet van geworden wat ik gehoopt had. Ik kwam voor prijzen te winnen, Champions League te spelen, kampioen te worden. Ja, dat is niet geworden. En dat is wel heel teleurstellend, maar voor de rest heb ik het wel naar mijn zin gehad. De club is geweldig, stadion, supporters, ja, dat zijn dingen die ik niet had willen missen. Alleen ja, de prestaties, dat is helaas niet wat het moest worden. Bij Larnaca wil de Klerk nu zijn carrière op een mooie manier afsluiten. Het begin is in ieder geval goed met een knappe 2-1 zege op ADO Den Haag. De Klerk hoopt nu snel fit te worden om zo de return in de Europa League tegen Floriana wel te halen. En dus alsnog Europees voetbal te spelen. Welke renner won dit jaar de eerste tussensprint tijdens de Tour de France? Zomaar een vraag op het Nederlands kampioenschap Tourquiz. Als RTV Rijnmond starten we gisteren met dit initiatief in Ridderkerk. En het antwoord op die vraag was natuurlijk Jeremy Roy. En dat wist u wel, net als alle fietsfanaten die gisteren ook meededen. Hans-Jürgen Nicolai startte bij Excelsior Maassluis jaren geleden met gewoon een voetbalquizje. Inmiddels is dat initiatief uitgegroeid tot het NK voetbalquiz met meer dan 300 deelnemers. Samen met ons van Rijnmond lanceerde hij het plan van een NK tourquiz met vragen van dit kaliber. Wie is de renner uit de big ploeg vooraan hier op de foto? Wie is dit? Het was de Portugees Joaquim Agostinho. Inderdaad, vrij moeilijke vragen, ook voor sommige deelnemers. Nou, ik had gehoopt op alleen maar meer keuzevragen, dus het valt een beetje tegen. Maar het is wel heel leuk. Op zich, van een aantal vragen weet ik al dat ze niet goed zijn. Een aantal wel, dus ik denk die fietsen die worden wel lastig, denk ik. Is een stadbesturen moeilijker dan de NK Tourquiz? Ik vind hem in ieder geval erg moeilijk, deze quiz, kan ik je vertellen. Er zijn een paar vragen tussen waar ik echt het antwoord niet op weet. Waarom doe je toch mee? Ah, ik ben een groot wielerliefhebber. Ik vind het een fantastisch evenement, zo'n tour. Maar het hele jaar door kijk ik vaak naar veel koersen. Ik bezoek ze ook graag. En als dan deze kans is om zo'n quiz mee te doen, ja, dat vind ik leuk. Nicolai bedenkt de vragen samen met Vincent Luijendijk, die zich verbaast over de parate kennis van de koppels. Ja, je moet knettergek zijn. Ja. Volgens mij alle mensen die hier in de zaal zitten, die zijn helemaal gek. Ik zit het na te kijken, maar er zitten echt freaks tussen. Dat kan ik al zeggen. Ja. De TVM-ploeg uit 1998. En jullie zien daar een mooie stippellijn. Die was nummer 108 in die tour. Dus welke renner van de TVM-ploeg ontbreekt in dit lijstje? Succes! Weet u dit onzinnige wieler, weet je? De drie koppels in de finale schrijven moeiteloos de naam van Peter van Petergem op. Na een middag pezen en peinzen blijken Klaas en Jeroen Matroos het meest te weten. Uit handen van Leontien Zeilert van Moorsel ontvangen vader en zoon allebei een spiksplinter nieuwe fiets. Aan het begin werd gezegd, wie hier aan meedoet moet een beetje gek zijn. Zijn jullie dus met z'n tweeën supergek? Supergek wil ik niet zeggen, maar... Erg geïnteresseerd en fietsen. Was leuk? Ja, het was echt mijn complimenten. Volgend jaar is er weer een NK Tourquiz en u bent bij deze alvast van harte uitgenodigd. Maar dan moet u natuurlijk wel een van de makkelijkste vragen van gisteren weten. Jan Ulrich, de heer Jan. In 1973 werd hij geboren. Maar weten jullie nog in welke stad hij werd geboren? De geboorteplaats van Jan Ulrich. Ja, dat is natuurlijk een makkie. Dat is Roostok. En dat is allemaal een kwestie van parate kennis. Tot zover Sportclub Rijnmond voor nu. Volgende week zijn we er weer. Tot die tijd houden wij u wat de sport betreft op de hoogte op Rijnmond.nl. En iedere dag in het TV Rijnmond Nieuws. Een fijne dag nog. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Peugeot Davos.